herken je checklist? Als je wil dat je hond snel en graag doet wat je van hem vraagt, is het van belang om naam-EQ niet te herhalen en jezelf daar goed in te trainen. Een van de basisvaardigheden die je moet zien en herkennen zijn checklists. Een pup maakt in het begin van zijn leven veel oogcontact met je. Hij doet dat zonder dat je erom vraagt. We noemen dit checklists. De hond kijkt je aan tijdens de wandeling, tussen het spelen door of als hij buiten een plas doet. Dit is een essentieel deel van de communicatie en het basiscontact tussen baas en hond. Dit gedrag belonen we altijd door terug te kijken, met een glimlach. Ook als de hond geen pup meer is. Checklooks zijn belangrijk voor de hechting. Een hond die oogcontact maakt met zijn baas voelt zich veilig bij hem. Checklooks zijn er ook om toestemming te vragen. De hond kijkt je aan voordat hij naar een andere hond toe mag. Of een hond doet een checklook tijdens een verrijkingsspel. Even een korte pauze en een blik naar elkaar. Zo laat je merken dat je elkaar ziet. Wanneer je dit niet doet of het gedrag niet herkent, dooft het vrijwillige oogcontact uit. De hond gaat buitenshuis al snel zijn eigen gang. Hallo, ik wil jullie een oefening laten zien hoe je kunt herkennen of een hond een checklook doet. Daarvoor kun je onder andere zo'n IKEA-mandje gebruiken. Het voordeel is dat deze zo is dat je hem helemaal kunt omvouwen. Ideaal voor kleine pups of kleine honden. Ik ga nu zelf het gele mandje gebruiken. Dus ik ruim de andere even op. Ik wil ook hier weer bij deze oefening zeker zijn of Pleunens leuk vindt. En of ze ontspannen met haar hoofd in het mandje toe gaat. In het mandje gaat. Dus ik gooi het balletje in het mandje. Ja, goed gedaan. Dus ik wil haar kennis laten maken met het mandje. Door middel van een speeltje of een sok of iets anders wat je erin gooit. Zodat je dus niet eerst een voertje erin gooit. Want als een hond niet bekend is met het materiaal, dan kan het dus zijn dat hij door het eten over zijn grens heen gaat waar hij nog niet aan toe is. En je beloont je hond tussendoor voor de juiste keuze. Dus dat is even rustig zitten staan of liggen. Ik moet haar heel even afleiden om die checklook oefening te doen. Toetje. Ik zet het mandje neer. Ik loop weg. Ik wacht tot ze een checklook doet. Ik roep haar naar me toe. Ze is gekomen. En ik beloon haar uitvoerig. Er zijn een heleboel honden dat als je deze oefening doet, dan gaan ze tijdens het eten even naar hun baasje kijken als die wegloopt. En het is dus heel belangrijk om dan niet te roepen, want je hebt immers maar 2 credits. Dat is je naam en je hier. Die wil je niet vervuilen. Dus de kunst is, kijken ze naar je om daarna weer verder te gaan waarmee ze bezig zijn. Of kijken ze naar je met een checklook, zodat je het juiste moment gevangen hebt om hem daadwerkelijk te roepen. Handen geven eerst, dan pas nemen ze. Ik vul het mandje weer om Pleun weer heel even af te leiden. Ik beloon voor de juiste keuze. Toetje. En ik ben weer weg. Door even wat voetjes op een mandje te leggen, dan in het mandje, zodat je weer afstand kan nemen. Nou, ik beloon ook weer lekker in de beloningszone. Dat is weer een mooie extra oefening. En houd je hond niet van spelen, beloon je natuurlijk met lekkers. Tot slot kun je vanuit een stukje zelfbeheersing gaan werken.
Als je wacht tot je hond de juiste keuze maakt. Je beloont hem daarvoor. Je gooit wat voertjes in het mandje. Je beloont hem nog even tussendoor. Toetje. Keuze. Toetje. En je bent weer weg. Je kunt hier natuurlijk allerlei verschillende leuke objecten voor gebruiken. Mits de hond erbij kan en hij het niet spannend vindt. Dit was het. Veel plezier met de oefening.